en een toestel van Blue Wings Airlines van het type Caravan heeft naar onze nieuwsdienst verneemd gistermorgen een noodlanding gemaakt op de airstrip de Lawatabiki. Brian de Souza, directeur van de Civil Aviation Safety Authority Suriname, CASAS, bevestigt deze noodlanding. Volgens hem is hij gerapporteerd dat het toestel een technisch mankement had. Volgens de directeur van Blue Wing, Amichant Jouw, vloog de machine, een Cessna Caravan, eenmorig vliegtuig, in het Lawa-gebied. De piloot kreeg toen een melding van een technische indicatie, waardoor hij koos voor een soft landing. Volgens jou was de indicatie niet levensbedreigend, maar de piloot heeft niets aan het toeval overgelaten en is op het dichtstbijzijnde vliegveld geland. Vanwege de zware regen was de baan zacht en drassig, waardoor de piloot de volle lengte van de baan moest gebruiken voor de landing. De Blue Wing directeur benadrukt dat er dus geen sprake is van een noodlanding, maar van een voorzorgslanding, uit veiligheidsoverwegingen. Jouw deelt onze nieuwsdienst nog mee dat de afgelopen week nagenoeg alle vliegvelden in het binnenland gesloten waren vanwege de aanhoudende regens.